van die loolmedespiekjes. Ah, altijd goed hoor. Lekker gezellig toch? Welkom Suzanne van Zandvliet. Dankjewel. Dank. Kan jij er even wat over vertellen? Hoe ben je hierbij gekomen? Hoe is dat allemaal gegaan? Nou ja, iedereen kent natuurlijk de nachtmarkt in Kolhoorn wel. En ja, wij gaan er zelf altijd heen. Maar ja, waarom niet in Heerengewaard? Het is al zo saai hier. En ja, het Koolplein is een evenementenlocatie. Dus waarom gaan we niet wat organiseren? Dus. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? 6 weken. 6 weken? Ja. Dat is niks. Dat is echt niks. Om zoiets op te zetten. Normaal doen wij bruidsbeurzen en dat soort dingen. Daar zijn we 8 maanden mee bezig. En dan zet je dit in 6 weken even op. Nou, dat heb je netjes gedaan. Het is hier echt heel gezellig en sfeervol. En hoe ben jij aan je marktkraampjes en alle mensen gekomen? Langslopen bij Kolhoorn in Egmond. Gewoon echt de mensen zelf benaderen en mensen aanspreken. En wij doen heel veel evenementen, dus ik heb sowieso een vrij grote kring. Ja. En iedereen meteen enthousiast? Gaat het wel goed? Gaat het wel lopen? Heerengewaard is een beetje moeilijk, stug en... Ja, proberen hè. En dan merk je vanavond, het loopt eigenlijk heerlijk. Mijn avond kan niet meer stuk. Vertel, want ik hoorde dat jullie een non-profit organisatie zijn en dat jullie proberen... Ja, kan jij het beter vertellen? Ja, wij zijn een non-profit stichting en wij zorgen al ruim 10 jaar ervoor dat de kindjes op Bali naar school kunnen gaan. Vanaf de basisschool tot aan de universiteit. Oké, en dat doen jullie door op dit soort markten te staan? Ja, dit soort markten staan we, rommelmarkten. Dan wensen we jullie heel veel succes. Ja, hartelijk. Dankjewel. Ja, Oké, tot ziens. Dag. En jullie zochten naar? Ja, ik heb geen idee. Ik vond het mooi uitzien. Ik denk, oh lekker. Ja, het is hartstikke lekker. En als het dan ook nog gezond is. Ja. Ja. En waar neig je naar? Ik weet het eigenlijk niet. Kijk, er staat verlicht astma, bronchitis. Ja, dat heb ik. Nou. Ja. Hè? Dus even lekker snoepen. Precies, gewoon lekker doen. Vertel, hoe vond je de nachtmarkt tot nu toe? Heel erg leuk. Druk. Niet zo druk verwacht eigenlijk. Veel verkocht? Heel veel verkocht, ja. Vooral heel veel schoenen. Ja. En veel publiek dus gehad vandaag? Ja, ik dacht heel veel zijn op vakantie, maar ik weet niet waar ze allemaal vandaan zijn gekomen. Iedereen geniet nog even van het laatste weekendje zomervakantie. Ja, nou heerlijk. Succes verder. Bedankt. Heerlijk, dankjewel. En dan ga ik mijn mond branden natuurlijk. Vertel het geheim. Wij hebben net heerlijke poffertjes gehad. Jullie staan hier al vanaf 1:06 alles... Ja, vanaf 1:05. Lekker hoor. En toen heb ik het geheim bedacht. Nou, het is weer gelukt vandaag. Ja, het is een beetje anders. We krijgen alleen maar klachten. Nee hoor. Nee hoor. Dat is eigenlijk mijn vrouw's recept. En dat is de meest ideale poffertjesvrouw die je ooit kan bedenken. Dat is waar. Dat en is, het zijn echt goddelijke poffertjes. Er zit heel veel liefde bij. Ik denk dat het is. Ja hè? Ik denk het wel. Je proeft het. Je proeft het. Voorst, is hij lekker? Ja. Plakt hij ook? Ja. Nu al? Je bent net begonnen hè? Ja. Dan heb je straks, zit je handen gewoon vast. Ja. Maar dat vind je niet erg, geloof ik. Dat vind ik niet erg. Want hij is vooral heel erg... Lekker.